Philips. Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar een standaard opgave uit de derde klas. De vraag is namelijk, stel ik heb een frituur en in die frituur zit 2 kilogram olie met een soortelijke warmte van 2,2 joule per gram per Kelvin. De frituur heeft een vermogen van 3000 watt. En iemand zegt van nou, als ik hem 4 minuten aan laat staan, dan kan ik mijn frikandellen er wel in gooien, want dan is die warm genoeg. Dus de begintemperatuur is kamertemperatuur, 20 graden Celsius. En de tijd is 4 minuten. Oftewel, gelijk altijd in secondes werken, dat werkt veel lekkerder. 4 keer 60 is... Oh, dit is slecht. Is 24, 2, 4, 0, 240 seconden. Goed, dit is de basis. Nu willen we dus gaan berekenen, eigenlijk om te bewijzen of die in 4 minuten wel op een lekkere werktemperatuur is voor een frituur. En dat is zo rond de 180 graden Celsius voor degene die dat thuis nooit doen. Eerste stap, zoek uit welke soort energie in welk soort energie wordt omgezet. Nou, elektrische frituur, dus ik kan weer zeggen, elektrische energie wordt warmte en er is geen rendement gegeven, dus we kunnen gewoon zeggen de elektrische energie is gelijk aan de hoeveelheid warmte-energie die er op het einde ontstaat. Goed, dan kunnen we weer zeggen formule voor elektrische energie, vermogen keer tijd, moet gelijk zijn aan formule voor warmte, m keer c keer delta t, massa keer soortelijke warmte keer de temperatuurverandering. Wat willen we nu berekenen? We willen weten de temperatuurverandering. Dus dan delen we deze kant door m en door c om daarvan af te zijn. Dan moeten we natuurlijk de andere kant ook door m en c delen. Dus we krijgen p keer t gedeeld door m keer c. En vanaf nu is het eigenlijk een simpel invulspelletje geworden. Namelijk het vermogen was of is 3000 watt. De tijd 240 seconden. De massa 2 kilogram olie, dus 2000 gram olie. En de soortelijke warmte is ook gegeven, 2,2. Dus 2,2 joule per gram per Kelvin. Al deze dingen samen geven de verandering in temperatuur. Nou, dit in je rekenmachine in toetsen en je krijgt er dus uit dat 163,6 graad Celsius of Kelvin of wat dan ook de temperatuurverandering is. Maar de vraag was, is de frituur op een mooie werktemperatuur? We weten de begintemperatuur. De eindtemperatuur is dan natuurlijk de begintemperatuur plus de temperatuurverandering. Oftewel, de eindtemperatuur is 20 plus 163,6. En dat is weer 183,6 graad Celsius. En ik weet dat ik
met een C in Kelvin heb gewerkt en in graden Celsius uitkom. Voor degenen die het zich afvragen. Graden Celsius en Kelvins zijn qua stapgrootte precies hetzelfde. Dus als ik een temperatuurverandering bereken, niet een temperatuur, maar een temperatuurverandering, dan maakt het niet uit of ik in Celsius of in Kelvin werk. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeeld.nl en ik hoop dat je iets aan deze uitleg gehad hebt.